Verslaggever Eva die bezocht vandaag het Oertijdmuseum in Boxtel, waar net de botten van een bijzondere dame zijn binnengekomen. Ja, ik sta hier vandaag bij een bak met botten, samen met Jonathan. Jonathan, wat is dit bijvoorbeeld? Dit is een kuitbeen, een fibula. En dat hoort dus allemaal aan elkaar. Zullen we dat eens even laten zien? Dat klopt. Zo. Deze is de laatste. Kijk, en nou hoor ik u denken, is dit een kuitbeen van iemand? Straks zie je van wie, want dat is een flinke meid. Nou, dat is hem Jonathan, je grote trots. Dit een bak ze. Met botten, waarom ben je daar zo blij mee? Ja, het zijn natuurlijk ten eerste schitterende botten. Ze zijn echt daar kunnen prachtig we niet ontkennen. Mooi. Het is natuurlijk voor ons als museum altijd mooi als er een nieuwe aanwinst binnenkomt. Nou, zie ik niet meteen wat deze nieuwe aanwinst is. Wat moet het worden? Het is een langnekdino. En die liep hier dan rond in Boxtel? Nee, hij is opgegraven in Amerika, in Wyoming. En daar vandaan is hij eigenlijk via Zwitserland naar ons toegekomen. Oké. Nou, is deze echt net binnen. Maar er is een andere en die zijn jullie al aan het schoonmaken om klaar te maken om tentoon te stellen. Ja, daar zijn we nu ruim een jaar mee bezig. En hij schiet aardig op. Zodra die klaar is, gaan we met deze beginnen. Nou ben ik de beroerdste niet. Ik heb mijn kwastje meegenomen. Zal ik een handje helpen? Nou, graag. Nou, mijn gereedschap was niet goedgekeurd, dus we gebruiken dat van jou. En deze moet volgens mij nog wel een beetje schoongemaakt worden. Ja, hier zien we precies eigenlijk hoe die uit het veld komt. Een laag gips voor het transport van de botten, zodat ze heel blijven. En wat voor een bot is dit? Hier zien we de kom van een staartwervel. Hier staan naast elkaar nog twee staartwervels. Hier hebben we nog een fragment van een wervel tussen zitten. En aan deze kant ligt een halswervel. Ja, want dit is al aardig gedaan, maar daar moet volgens mij nog een hoop gebeuren. Ja, eigenlijk gaat het vrij eenvoudig. We nemen een krabbetje. We zoeken hier de stukken op. Aan deze kant zien we de kom duidelijk zitten. Die is al schoongemaakt. Ja. Stukje bij beetje wordt die schoon. We hebben een hoop geduld voor nodig. Oké, nou, mag ik dit proberen? Ja. Het voelt wel heel Indiana Jones, hè? Ja. Hey, en hoe lang doe je er nou over om dit ding schoon te krijgen? Nou, zowel het hele schoonmaakproces als ook het opvullen van de scheurtjes en het verstevigen van het bot, schat ik daar weer ongeveer 3 à 4 maanden mee bezig gaan zijn. Ja. Nou, dan krab ik nog wel even door. En uiteindelijk moet dit hem dan dus worden. Ja, klopt. De Diplodocus. Nou hebben we in Nederland in totaal maar 3 langnekken. 2 daarvan staan bij jullie in Boxtel. Wat doen jullie goed? Nou, dat heeft vooral te maken met connecties. En op zo'n manier kan je makkelijk aan meerdere dinosaurusskeletten komen. Wie staat er nou nog op jouw verlanglijstje? Ik zou heel graag naast onze Diplodocus bijvoorbeeld een Allosaurus neerzetten. Dat is een vleeseter en die leeft tegelijkertijd met de Diplodocus. En dat lijkt me voor het totaalplaatje wel mooi om die ernaast te hebben. Dus mensen thuis, hou die tuin in de gaten. Want als je een bot vindt, is het misschien wel van die gedroomde Allosaurus van Jonathan. En dan mag je hem gewoon naar Boxtel sturen.